Hey jongens, ik ben het weer Dennis, a.k.a. Denniske. En vandaag heb ik voor jullie mijn eerste echte Call of the Ghost commentary. En vandaag is het op Overlord. En ik zeg mijn eerste echte. Want die video die ik van strak heb geüpload, dat was mijn eerste match. Maar live, daar vind ik nooit echt een commentary. Daar vind ik gewoon een beetje onzin, een beetje slap gelul. En ik probeer nou toch wel een beetje over een onderwerp te praten. En slap gelul is eigenlijk over het algemeen toch wel op mijn kanaal. Maar je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, waar ik het dus vandaag over hebben. Is de beste beginnersklas in Call of the Ghost. En zoals jullie weten, gisteren is Call of the Ghost uitgekomen. En ik had hem eigenlijk al redelijk vroeg. Ik had hem al om 10 uur had ik hem eigenlijk in huis. Maar om 11 uur werd ik wakker. En ik had Harnet Edition voor de mensen die het willen weten. Ik heb een unboxing van op mijn kanaal. Dat zul je waarschijnlijk op mijn kanaal kunnen vinden. En in de outro kun je er waarschijnlijk op klikken. Misschien niet, want ik upload video's altijd op school. En dan kan ik ze niet gelijk bewerken, snap je? Maar in ieder geval, ik heb hem dus sinds gisteren binnen. Ik heb best lang gespeeld. Het ging best wel lekker eigenlijk. Het ging over het algemeen goed, beter als bij Black Ops 2. Bij Black Ops 2 had ik in het begin de eerste week enorm veel lag. Daardoor heb ik echt de eerste week bijna niks geüpload. Want het was gewoon niet te doen. Ik kon het spel gewoon niet spelen. En daar heb ik nou eigenlijk niet zoveel last van gehad. Ik heb wel een klein beetje lag gehad. Maar ja, dat hoort erbij. Mijn internet is op het moment ook weer in een dalende fase, zeg maar. Dus het wordt weer steeds slechter. Maar nu het nog werkt, moet ik ervan genieten. Dus ik heb best veel gespeeld. Alleen was er wel gelijk één ding waar ik enorm hekel aan had en waar ik ook best wel mad om werd. En dat was dat mijn stats werden gereset. Ik was level 10 en ineens was ik weer level 1 en ik had 0 kills, een KD van 0, bladibladibla. En in principe level 10 is niet zo hoog, maar ik was ook alles kwijt. Dus de class, dus ik had allerlei dingen gekocht, ik had class gemaakt. En het ergste vond ik dat de eerste paar matches gingen bij mij best wel lekker eigenlijk. Mijn eerste match hebben jullie waarschijnlijk net gezien. En deze match was ook een van mijn eerste matches. Of ja, eerste, ik was hier volgens mij level 8, maar je snapt wat ik bedoel. In ieder geval nog voordat ik level 10 was dus. En het ging eigenlijk allemaal best wel lekker. Hier had ik een KD van 33. Dus mijn KD was vrij hoog. En toen vond ik het best wel lullig dat mijn stats vervolgens gereset werden. Want daarna, toen ik weer overnieuw dus bij level 1 moest beginnen, toen ging het juist weer heel slecht. En dat zul je altijd zien, dan is mijn KD natuurlijk veel lager dan dat die eerst was. En op het moment is hij dus, weet ik veel, 260 of zo. Maar ja, dat gaat wel omhoog. We zijn nou, op het moment ben ik weer een stuk beter aan het spelen. En dat komt allemaal dankzij deze klas. Dus ik kan wel even over de klas gaan praten. Volgens mij speel ik nou met een ander wapen, want die heb ik opgepakt. Maar in ieder geval, het wapen waar ik het over wil hebben is de SC-2010. Want als jij online begint met spelen, dan moet je een klas kiezen. Je kunt Assault kiezen, Submachine Guns. En persoonlijk, ik had voor Assault gekozen en dat komt dat ik weet dat de mappen in het spel best wel groot zijn. En Assault is dus gewoon een logische keuze. Er zijn natuurlijk ook kleinere mappen, maar over het algemeen vind ik gewoon Submachine Guns iets minder fijn spelen als Assault Rifles. Dus ik denk ik kies voor Assault Rifles. Dus ik had gekozen voor de SC-2010. En de andere Assault Rifle waar je voor kan kiezen is de SA-805. Op de SA-805 zit er automatisch ook een Red Dot en volgens mij Grip. Maar dat wapen vind ik totaal niet fijn spelen. En ik heb een tijdje met dit wapen gespeeld. En op het moment is dit ook gewoon mijn favoriete wapen. En ik zal eventjes nalopen wat er precies op zit. En wat ik nou vertel zit er niet allemaal op in deze video. Want deze video is van de eerste keer dat ik level 8 ben geworden. Op het moment ben ik volgens mij voor de tweede keer level 15. Dus ik ben al level 10 geweest. Toen werden mijn stats gereset. En nu ben ik dus overnieuw weer level 15. Dus in principe zou ik anders iets van, laten zeggen, 22 of zo, of 20. Want het gaat steeds trager natuurlijk level. Dus waarschijnlijk zou nou rond level 20 zitten. Maar in ieder geval op mijn SC-2010 heb ik als volgt. Nou, ik heb eerst een Red Dot en een Silencer. En een Red Dot, ik ben totaal geen liefhebber van een Red Dot. En dan zul je waarschijnlijk ook in de video soms zien dat ik misschien met een Red Dot. En dat komt dat ik er niet aan gewend ben. Inmiddels schiet ik alweer een stuk beter. Want dit was natuurlijk een van mijn eerste gameplays. Maar op het moment gaat het eigenlijk echt gewoon super goed met de wapens. Altijd bovenaan, altijd met een... Ja, op het moment bijna altijd met een 5 keer dubbele KD, zeg maar. Dus gewoon 5 keer zoveel kills als dead. En dat is gemiddeld. Dus ik heb al uitschieten. Ik heb natuurlijk ook wel zoiets dat het slechter gaat. Maar op het moment gaat het wel weer even wat beter. En ik heb dus een Red Dot en een Silencer. Silencer vind ik gewoon enorm fijn op dit wapen. Red Dot, nou ja, ik weet niet waarom. Maar het speelt gewoon lekkerder in Infinity Ward games, Red Dots. Ik weet niet. Ik kan het niet anders uitleggen. Bij Black Ops vind ik het normaal niet fijn. Maar in dit spel vind ik dat op zich wel goed gaan. Vervolgens heb ik gekozen voor 4 perks. En ik zal even kijken wat die perks precies zijn. Het is handig als ik precies weet wat ik zeg. Dus de perks zijn als volgt. Bij Speed heb ik gekozen voor Stalker. En dat is het eerste wat ik gekocht heb toen ik punt had. En Stalker is een perk waarbij je beter kan, of ja, sneller kan bewegen tijdens het aimen. Dus als je ingezoomd staat, dan beweeg je normaal heel erg traag. En dat is enorm irritant. En je kunt het vergelijken met Stok op Black Ops 2.
Als je geen stok had op Assault Rifles, was het voor geen meter spelen. Heel veel mensen hebben er nooit mee gespeeld, maar die wisten het waarschijnlijk ook niet. Maar alle pro's, tussen aanhalingstekens zeg maar, die speelden meestal wel met stok. En dat komt gewoon dat je gewoon sneller kan lopen, je kunt sneller aimen, je kunt gewoon fijner spelen. En Stalker is in principe hetzelfde, dus als het eerste wat ik gekocht had, omdat je met Assault Rifles dus gewoon soepeler kan aimen. Vervolgens heb ik Quickdraw. En dat komt gewoon. Ik heb altijd idee, als ik geen quickdraw op assault rifles heb, dat ik altijd te laat ben met schieten. Of ja, gewoon met aim, weet je wel. Quickdraw zorgt ervoor dat jij sneller ADS kan doen. Dus aim down sight, sneller kan aimen. En daardoor kun je gewoon meer gunfights winnen. En nou zag je iets goed. Je zag dat mijn wapen heel ver omhoog ging. En dat was iets wat ik in deze gameplay dus nu niet had. En inmiddels wel. En dat is mijn volgende perk. En die staat bij Resistance. Die perk heet Focus. En Focus is een soort van combinatie perk. Want in Modern Warfare 3 kennen we ook een perk die heet Focus. Dat was volgens mij geen perk, maar dat was een special ability ofzo. Maar Focus, dat zorgde ervoor dat als jij gehit werd, dat je wapen niet zoveel omhoog ging. En het is ongeveer hetzelfde dus als Toughness in Black Ops 2. En verder rest heb je ook nog dat jouw wapen niet zoveel op en neer blijft waggelen als het ware. Ik weet niet hoe je het anders kunt noemen. Ik vind zelf dat je het niet echt merkt bij gewone wapens. Maar als je snipers hebt, dan kun je het meestal wel zien. Maar ik speel niet met snipers. En dat komt omdat je maar 3 verschillende classes kan maken in Call of Duty Black Ops, of nee sorry, Call of Duty Ghost, dan zeg ik het nog verkeerd. In Call of Duty Ghost kun je maar 3 wapens kopen, of maken moet ik zeggen. En als je dan een 4 erbij wil, dan moet je voor 20 points moet je er eentje bij kopen. Een spot zeg maar, een class spot, weet ik hoe je het anders noemt. En dat is enorm duur en daarom kan ik maar 3 dingen kopen, of ja, maken als het ware. En dan heb ik nog geen sniper, want ik zou in principe wel sniper erbij willen. Ik heb al zo'n matches gehad waarbij ik zoiets had van ja, ik zou hier graag sniper willen. Ook bij die ene map waar ik straks een video van heb geüpload. Dat was mijn eerste match. Ik weet niet hoe die map precies heet, maar dat is zo'n kasteelmap. Daar zou ik echt enorm graag willen snipen, maar dat kan dus nou niet. Maar in ieder geval even terug naar mijn klas. De laatste perk die ik heb, die staat bij equipment en die is fully loaded. En dat wil dus zeggen dat ik met een maximaal aantal ammo begin. Persoonlijk vind ik dat net iets makkelijker als scavenger. Want ik loop niet heel vaak op de enemies af die ik afschiet. Want als je iemand neerschiet, dan komt er een icoontje te staan waar die persoon dood is gegaan. En al die teamers kunnen zien waar die team met dood is gegaan. Dus als je dan iedere keer naar die lijken toe moet rennen, dan ga je meestal dood. Dus dat wil ik altijd zien te voorkomen. Dus ik zal eventjes een... weet je wel, ik ga waarschijnlijk ook een soort van screenshot hier in de video plakken, dat jullie precies mijn klas na kunnen maken. Dan staat hij gewoon echt in, maar ik zal hem er eventjes opnoemen. Dus eventjes, dat je precies weet wat erop zit. Dus een SC-2010, met een red dot sight en een silencer. Vervolgens 4 perks. En die perks, die heten Stalker, Quick Draw, Focus en Fully Loaded. Vervolgens 1 lethal, dat is een frag grenade. En bij Strike Package, ja, dat is niet zo belangrijk. Die ben ik op het moment ook heel veel aan het switchen. Ik heb op het moment, heb ik die dog. Die Guard Dog, de Battle Hind en als laatste heb ik de Maniac. Ik wil van de Maniac af, vind ik zelf niet zo fijn. Maar in ieder geval, dat was dus mijn klas. Dat vind ik de beste beginnersklas. Ik raad jullie aan om eventjes te proberen. En laat in de comments maar achter wat jullie ervan vinden. En persoonlijk, ik ben geen fan van Science op de wapen. Ik vind dat hij zwakker lijkt, maar hij speelt gewoon super lekker. En ik zou zeggen, probeer hem gewoon eens uit. En als jullie de video leuk vonden, laat alsjeblieft een like achter. En dan zie ik jullie waarschijnlijk wel weer bij de volgende keer. Dus tot dan en houden we.